Hey friend, dit's Eb Niefeld. Ek was op in Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico, en dat's waar ek vandaan dag en dan gaan we woon daar. En ek merk dis een video vandaan om die moed te meer. Want die ooit wat in die leven haast wat die schoen je te doen, dan doe er wat met. Vielleicht is dat bezit van die arbeid, vielleicht kon het pot van die arbeid zijn. Ek weet niet wat dat is, maar wat allemaal dat kon zijn. Ek glaub dat God weet wat met te doen. Ik glaub dat het niet voor jeefs dat God die hoffende passion die jeef te ver. Ik heb van Kino en Amazon gelijk te zien, ik gelijk zoja muziek, ik heb een grote passion ervoor. Maar ik heb me helemaal vergesteld dat ik wil wat te komen waar ik wil zijn, en ik heb geen idee hoe God me nog wat handelen met dit. Maar van Kino en gelijk ik zoja muziek, en dan langzaam heb ik ook van een simpel met pistas te zien en zo wat er staat. Maar ik heb me never niet meer vergesteld dat ik wil op mijn scenario zijn, dat ik wil gaan op stage zijn. En voor mensen zien en God loven en prijzen door daar. Zo, dat laatste jaar heb ik een paar mal in publiek over je zoon. En ik had de gelegenheid gehoord met Jacob Friesentop te zien, waar ik mijn ervaring had vergesteld. Waar nog een ding wordt er nog veel ongelooflijk ja, weer voor mij weer, dat ik nog moet met David Thuisstop zien. Zo, dit jaar als David Thuis hier in Mexico weer, had ik de gelegenheid met Amtop te zien, een leid, die ik me geweldig zou erschijnen. En mijn eerste music video is in die kaart teruggekomen. En ik kon het bloos niet geloven hoe God al heeft dingen geleerd en gevierd dat het mogelijk is. En ik herken niet uit hoe God me wat handvieren over ik wel aan loven en prijzen wie daar met dat. En ik merk die meld wat allemaal duur in die leven has wat die schon geeft, dat ook wat met. Vielleicht is het pot van die nieuwe arbeid. Vielleicht is het een ding wat de bezit kost dan. Maar dat is dat weird. Ik ploon voor nächstes jaar. Wat hoogst interessant is, wat ik niet nog maar luid over mij van vertellen, op een andere video. Maar ik ben dankbaar ervoor. Waar God mij al die vierde half wat hier te houden. En dat ik al harde gelegenheid en je hoort wat ik heb. Zo, ik ploon om mijn video's te merken en de op te laden en zo weer. Maar merk niet den Fehler, wat ik zo erfahren gemerkt heb. Ik dacht aan de mensen die op stage waren, die waren fehlerlos. En dat waren zo erfahrene mensen. Wel, dat zijn ook best mensen. En vele van die was, die waren God loven en prijzen. En andere waren die zijn niet voor God, niet zo. Maar we zijn alles mensen. We waren alle Fehler merken. En wat allemaal een half nicht doen te doen, dat irgendwer beter is als de andere met dat wat hij deed. Maar ik merk die meld. Daardoor wordt men met dat wat die schoen geeft. En daardoor te God zijn ihr. Ik zeg mir sicher, op irgendeine Weise kost je dat den wat ik doen. Den Herr hat uns der Guven, du te jeft. Letzten sah er kleine Pott von meiner Geschichte. Ich habe mir ein ganzes Zeugnis auch auf YouTube, an ich immer kicken will, auf meinem Channel, wo ich dort fing. Und ich merke die bis Maut. Ich wünsche dir wieder einen guten Tag und wieder einen guten Rest von dem Jahr. Und Luther vertraue ich nicht mehr, was für nächstes Jahr, was ich geplant habe und dort Gott sein will, was sein.